Grenzen zijn voor mij een dynamisch gegeven, continu in beweging. En ik ben uitgegaan van van ons creatief centrum, de hersenen. Twee helften gescheiden, maar ook communicerend, elkaar prikkelend. En daardoor eigenlijk is het een vrij statisch geheel door de verticale elementen. Maar het ontstaan van de paadjes, dus daarom moet je er ook echt eventjes omheen lopen, die verbeelden dan het dynamisch gegeven. Daardoor is er contact, verbondenheid, maar ook een spanningsveld als je er precies voor staat. Ik zou zeggen, loop er omheen, ervaar het, bekijk de ruimte, de tussenruimte en veel plezier voor de rest. Het is leuk, hè? Ga nog een keer. Nog eventjes de pellet in de olie aan het zitten. Mooi beschermd. Kijken dit randje nog. En dus ik maak het ook nog een beetje groen. Ja. Dat is ook een kleur van de industrie. Een beetje verse boslucht. Hè? Frisse natuurgeur. En dan werk het zo een beetje bij. Moet industrieel overkomen. Door die pellets. Over vervoer. En dat accentueer ik door chroom te gebruiken als kleur. Hier zit een spin op. Die vinden het ook al leuk. Die zien er al een soort van spinnenweb in misschien. En zo. Ja, want mensen zijn ver van de natuur af. Hè. Die denken dat dat iets anders is. Dat de mensen daar niet onderdeel van uitmaken. En dat is natuurlijk wel zo. Dit is de ontwikkeling van de natuur. De verstedelijking. De urbanisatie. En dat wil ik hier tonen. Het gaat erom dat die bomen hebben een pallet. Dat staat voor de vervoer van industrie. En dit bos, dat was er natuurlijk ook niet. Dat is ook door mensen geplant. Mensen die geven alles in hun omgeving vorm. En daarom is het ook een beetje stom, denk ik, als mensen zeggen van geen dingen in het bos. Dat is natuur. We moeten de natuur zijn gang laten gaan. Ik denk dat dat een beetje onzin is. Want die natuur die was hier niet als die niet door mensen hier gebracht was. Op wieletjes. En dat doet mensen misschien ook denken van, wil ik die natuur hier? Want mensen die hierheen komen, die komen natuurlijk speciaal hierheen. Om van de natuur te genieten. Het is natuurlijk niet. Die komen speciaal hierheen, maar kan die natuur ook buiten dat kader, buiten die grens komen? Daarom staat het ook op wieltjes. En als je er tussendoor loopt, dan lijkt het ook alsof ze op je afkomen. En dan denk je, ja, is het nou bedreigend of niet? Maar ja, die natuur die is hier al, dus daar hoef je eigenlijk niet bang voor te zijn. Alles zullen we vormgeven. Ja. Ik ga even verder werken. Want die spuit is nog leeg. Deze schommel staat bijvoorbeeld rechtstreeks in verbinding hier met de tweede rijtje takken, die is weer verbonden met het object wat daar hangt. Die zijn weer verbonden met het zeil wat verderop hangt. En dat zeil is weer verbonden via deze voorste takken met de schommel. Dus het is een soort indirecte beweging die zo door het hele bos heen loopt. En het grappige is dat je hem dus niet in één keer kan zien. Het is iets wat je echt in stukjes moet zien, want het zit allemaal verspreid door het bos heen.
Op het moment dat je ermee aan het spelen bent, ben je ook echt deel van de installatie zelf. Ik wil graag toeschouwer deel uitmaakt van het grote, complexe gebeuren wat je ziet. En het krijg je ook doordat de draden zelf een soort architectuur vormen. Wat je doet met lijnen is, je zet iets in de ruimte. Waardoor je de ruimte zelf tussen die lijnen in gaat ervaren als vlakken of als ruimtes. Of, als gebouw of als bewegend gebouw. Zo gaat dat. De boswachters hebben hele heldere regels eigenlijk om te kijken naar welke bomen halen we eruit en welke niet. En dat determineringsproces, ja, voor mij refereert dat eigenlijk aan het stellen van grenzen. Weet je, in een maatschappij ook, weet je, van jij hoort er wel bij en jij niet. Ofzo. En hier vind ik wel mooi in een bos van de keuze wordt gemaakt voor de sterkste soort. Die fluorkleur, hè, die ze gebruiken om dus de bomen die gekapt worden te markeren, die wilde ik graag gebruiken voor mijn werk. Ik wilde iets maken te midden van stippen. Dat had ik eigenlijk eerst bedacht. Dat ik met die stippen op de bomen wilde werken. Dus vandaar is het idee ontstaan om die zagen eigenlijk te reproduceren. Ze zitten daar nog in als een body. De kettingzagen zijn gebreid. Ik heb patronen gemaakt van de zagen. En ik heb ze eigenlijk vertaald naar breipatronen. Ik werk vaker met wol en breigarens om objecten te vervaardigen. En ik werk al lang met breiwerk. Het gaat mij ook om de intensiteit van de techniek en de vrouwelijke connotaties, weet je, die daarbij horen. En De zachtheid van het materiaal, van het wol, daar zoek ik eigenlijk het contrast met de onderwerpen die ik laat zien. En ik wil ook niet dat mensen alleen maar, weet je, naar die zagen kijken, maar dat ze ook vanuit daar, weet je, je blik wordt echt gestuurd daardoor en zo. Ik ben benieuwd hoe dat werkt. Kijk, één stip in de verte kan al genoeg zijn om je werk gewoon heel groot te laten worden. Dat is natuurlijk fantastisch dit, om dit te mogen doen, hè? Ik ben Lilian Koepen en dit is mijn werk. Dit heet De Vliegende Muur, The Flying Wall. En het gaat natuurlijk over grenzen en over de soepelheid van deze grenzen. Dus het vliegt door de bomen heen. I've used the most simple form of architecture, the division, using sticks, because that is the most elemental form of wall, and we actually used to use these when building early wall forms and filling them. It's also the basis for Wattlendorf, which is the early English and also a Drentse way of building with mud, filling these with mud. Wenn eine Grenze gezogen wird, wird das Land in zwei Territorien unterteilt. Territorien sind eigentlich immer nur dann Territorien, wenn sie auch besiedelt werden, also Settlements. Settlements sind und Siedlungen sind Häuser. Und erstmal beäugt man sich kritisch über die Grenze. Die Grenze hier, also vielmehr genau diese Hütten, stehen auf einer Achse von 60 Metern und die Grenze ist im Prinzip ein Niemandsland, so wie es bei jeder Grenze eigentlich ist. Man weiß nicht genau, wo es hingehört.
Dieses Niemandsland ist entstanden, wie mir Bernhard vom Staatsboosbeheer erzählt hat, weil man die Exoten hier nicht mehr haben wollte, deswegen hat man sie umgelegt. Hier ist also sozusagen der Tod. Grenzen haben auch immer mit Tod zu tun. Was hier dargestellt ist von mir, ist im Prinzip schon ein Austausch. Die Arbeit heißt Kleidertausch. Ein Überwinden der Grenze im gegensinnigen Sinn, und zwar im doppelten Sinn. Das heißt, das Material von der einen Seite geht über die andere Seite rüber, beziehungsweise das Material von dieser Seite ist dort. Es ist in den Giebeln, die sich anschauen, abstrakt dargestellt in weiß, und es ist als Bekleidung, als innenseitige Bekleidung der Hütten jeweils dann fixiert. Metaphorisch, das Ganze ist sehr abstrakt und symbolisch gemeint, auch metaphorisch ist es im Prinzip der Versuch, Grenzen zu überwinden und zu einem Austausch zu kommen. Das, was wir in Europa in Zukunft sicherlich noch mehr haben werden. Also man kann das ja auch sehen, wahrnehmen ganz, wie sagt man, ganz sinnlich, dass man sagt, das ist einfach schön, die Farben sind schön, ja, so wie das jetzt drauf ist und so, die Grafik. Und dann gibt es noch das Verstehen über das Begriffliche, gell? Also dass man, dass da ein Gedicht drin ist und dass da ein Dichter und so weiter. Also man, es gibt da verschiedene Ebenen. Und da sage ich mir, ist ja ist auch so was, wo man Grenzen erkennt und auch überschreiten kann, wenn man weitergeht. Also wenn man sich mehr dafür interessiert, für die Sprache, für die Literatur, für den Künstler und so, erweitert man die Grenze. Ne? Man kann den verstehen, als was das einen Weg versperrt, aber gleichzeitig, wie soll man sagen... Es ist auch eine Einladung. Mhm. Kann man drauf sitzen? Ja, klar. Also da laufen ja jetzt schon Leute drüber. Also hier, das sind schon Spuren, wo die Leute offenbar drüber klettern. Ja, das ist ja. So. Das geht ja von dir, das macht. Mhm. Das geht, also das hält das Ding. Ist das trocken? Ja, das ist jetzt durch die Sonne, der wirkt ja so klebrig, ja, aber der ist hinten trocken. Always you can find something. It's like growing up, huh? And that's nice because it belongs to the nature, so it's like the other things are growing and changing with the time, and then after they finish, just they fall down from alone, and maybe after one winter, maybe two winters, I don't know, but it will end, and that's good. The main idea it was like putting some border in the nature, but it's too simple. Huh? And then if you go farther than that, it's a little bit more abstract. Just putting two constructions which are very different. I mean, the nature is so with movements. I mean, now I'm just telling visually. Visually it's like you have very, very nice movement, and then instead against that I'm putting very strict lines. Yeah? Just like now, just from the construction. But from the intellectual, it is reconstructing back how the human being tried to settle in the nature and then destroy everything and then put their own structure. Yeah? And because of that, I did this work in kind of labyrinth. So it's like you don't have a solution. You just go through and then you make yourself. You just watch and you see the difference and you can interpret it by your own.
Aan de ene kant van de erfscheiding staat een schommeltoestel opgebouwd. Op deze schommel kun je plaatsnemen. Als deze schommel gaat schommelen, kan die hoog genoeg over de grens heen schommelen. Dat betekent op het moment dat ik, als ik daarop ga zitten en ik schommel over de grens heen, kijk ik in buurmans tuin, een soort voyeur. Tegelijkertijd staat er aan de andere kant ook zo'n toestel. Dat betekent dat buurman, als buurman daarop gaat zitten, ook over de erfscheiding heen kan schommelen. Kan die in deze tuin kijken. Wat gebeurt er als je beide op je schommel zit? Ga je met elkaar in balans die scheiding delen? Of ga je conflict opzoeken? Ja, door tegen elkaar te schommelen. Je kunt ook zo'n erfscheiding zien als een grens, landgrens. Hoe ga je met elkaar om? Hoe ga je met je medemens om? Hoe ga je met andere landen om? Deze schommels zijn bedoeld om, zeg maar, spelenderwijs dat een beetje te ontdekken. Kom je in conflict of niet? Wat doe je daarmee? Tegelijkertijd was het plaatsen van deze installatie nogal ingewikkeld, omdat het is een kunstwerk, maar tegelijkertijd zijn het ook twee speeltoestellen. Hoe je het ook went of keert, het blijven schommels waar je op kan zitten. Ze zijn supersterk, het gaat jaren hier staan, maar er komt geen vergunning voor om ze officieel te plaatsen, omdat het niet voldoet aan de speeltoestellenwet. Dus het is verboden om erop te schommelen. Maar ze doen het wel en ik zou heel graag de burgemeester en meneer bouwmeester willen vragen om hij met mij het illegale kunstwerk zou willen uitproberen. Het is wel een kleding dat het schommelt, hè? Ja! Ik heb heel goed. Ik ben niet helemaal in zink. Ja! We kunnen elkaar ook versterken, hè? Ja, toch? Doe ik een heel ander ding daardoor. Leuk! Je hebt over nagedacht.